In de nacht van dinsdag op woensdag werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Jacob Binkenstraat in Leeuwarden. De bewoners werden wakker van de rook. De 43-jarige vrouw kon via de dakgoot naar het huis van de buren vluchten. De 32-jarige man probeerde dat ook, maar verlamd door angst bleef hij steken in de dakgoot. Toen de brandweer arriveerde, werd een man met een ladder van het dak gehaald. Tevens werd begonnen met blussen. De man en de vrouw hadden allebei rook binnengekregen en werden daarom uit voorzorg per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Door de brand ontstond in de woning veel rook- en waterschade.